Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube Mensen. Wij hebben biermail gehad. Wij, de Dutch Beer Collective, Dutch Beer Geek, Thomas Opent en Beer Geek Holland. Juist, van rebelbeercans.nl. Check it out. Mogelijk heb je al een review gezien van ze. Sowieso de unpacking. Nogmaals bedankt voor de bieren. Echt super tof. Leuk dat jullie hier aan willen bijdragen voor de Dutch Beer Collective. En het woord zegt al, Rebel Beer Cans. Ze hebben alleen maar blikken. En dat vind ik mooi. Waarom? Blikbier is top. Vroeger niet. Vroeger leunden we nog een beetje een dingetje op dat mensen zeggen, ja, blikbier. Geloof me, er komt geen licht bij. Ultra vers. En het blijft goed. Weet je, ja, ligt aan hoe lang je het bewaart natuurlijk. Ik weet het. Maar in ieder geval, top. Wat gaan we doen? Uiteraard een bier die we van hun verkregen hebben. En ditmaal is dat de Birthday Punch 5th Anniversary New England IPA. 6,3% van brouwerij Frontaal uit Breda. Ziet er goed uit. En ik vond het mooi ook om deze te reviewen. En ik zag hem wel voorbij komen. En toen dacht ik, wow, vet. En toen zat hij in het bierpakket. En toen dacht ik, ja, vind ik wel heel tof. Uiteindelijk onderhandelen met Thomas Gerben. Want ja, alle pakketten gaan door 3. En ik vind het heel tof dat ik deze mag reviewen. Hij is gekend op 17/4/20. Check it out. Dus dat is, het is vandaag 16 mei. Wanneer het online komt, ietsjes later. Maar in ieder geval 16 mei. Dus hij is morgen is hij een maandje oud. En dat is fucking vers. Believe me, dat is gewoon vers. Begin ik allereerst met, wat ik al zei, rebelbeercans.nl. Ga daar naartoe. Wil je korting? Dat wil jij. Tik dan als kortingscode in op rebelbeercans.nl. Dutch Beer Collective. Je krijgt 10% korting tot en met 2 juni. Ik weet het is vroegdag, maar tot 2 juni kun jij 10% korting krijgen. Doe dat. Doe dat gewoon. Gewoon doen. Alleen niet op afgeprijsde bieren, maar gewoon op hun assortiment. Het lijkt mij een mooie deal. 10%. Ga even lekker zelf uitrekenen. Ja, toch? Glas van Dregger. Fijn glas om uit te drinken. Vooral New England stijl. En maken zij prachtig mooie New England stijl IPA's. Oftewel Nijpa's. Dus ik ben benieuwd hoe deze jongen is. Hij schenkt in ieder geval prachtig hazy uit. Haze for days. Yes, alright. Wat ik al zei, haze for days. Enorm mooi, prachtig nieuw England stijl. Kan niet missen. Witte schuimkraag. Met het openmaken dacht ik al, lekker. We gaan hem ruiken. Hoppie, romig in de geur al. Ruikt echt gewoon als echt een hopbom. Tropisch fruit. Denk een beetje ananasachtig, mango. Ja, ruikt heel goed. Ruikt heel goed. En uiteraard Frontaal, gefeliciteerd met jullie 5th anniversary. Laten we daar proosten met z'n allen en hopelijk ook in deze KUT-tijd trekken we er Frontaal doorheen. Weet je, laten we dat doen. We zijn live met ze geweest, Dutch Beer Collective op YouTube. Kijk het na. Gewoon koop. Koop bier. Daarmee red je de brouwerijen waar jij zoveel van houdt. En uiteraard ik ook. Cheers. Heerlijk. Smaakt echt als een hele goede New England style IPA. Vol. Romig. Licht bitter. Licht. En gelukkig koolzuur is niet extreem. Ik hou niet van te veel koolzuur. Hier niet. Gewoon perfect.
De smaak blijft goed hangen. De smaak blijft lekker hangen. In het vorige bier van All Together, die ik ook namens deze prachtige Rebel Beer Cans heb gekregen. Of we, hè, als Dutch Beer Collective. Moet ik zeggen, die smaak verdween redelijk in afdronk. Maar deze blijft wel mooi hangen. Dus dat is inderdaad een mooie toevoeging aan dit bier. Super lekker. Super romig. Super krachtig ook. Met maar 6, wat was het? 6, oh, excuus. Ja, dat kan niet, hè? Dat kan niet. Alsjeblieft. Hoppakee. Ja, hij is echt super romig. Super lekker. Ik weet niet of er lactose in zit. Ik denk het niet. Even kijken, hoor. Mozaïek. Nee, zit geen lactose in. En wat ik al zei, 6,3%. Mensen, hier wil je er gewoon meer van. Uiteraard met mate. Maar dit zijn bieren waarvan je denkt, ja, hier kan je gewoon lekker van genieten. Heerlijk. Top. Rebel Beer Can, nogmaals bedankt. Cijfer voor dit bier. Hij krijgt van mij een 8. Ik vind hem echt supergoed. Inmiddels weet je wel, als je dit kanaal al wat vaker volgt, of wat langer volgt, dan weet je dat ik gek ben van Nijpa's, New England Style IPA's. En deze kan op het lijstje als verrukkelijk. Dus, krijgt hij van mij dus een 8. Ja, toch? Nogmaals bedankt voor het kijken. Volg de Dutch Beer Collective, volg Thomas Albert, volg Beer Geek Holland uiteraard en Dutch Beer Geek. En nogmaals voor je korting bij rebelbeercans.nl. Dutch Beer Collector voor 10% korting tot en met 2 juni. Ik zou het maar doen. Nogmaals bedankt voor het kijken. En uiteraard tot de volgende keer. Cheers.